Nettie, wat was jouw plan voor Almere? Jee. Oh, ik ben niet naar Almere gegaan met zo'n vastomlijnd plan. En dat hoeft ook niet, want ja, wat vond je in Almere? Niks. Er waren een paar scholen, er waren een paar wijken. En ja, de rest moest allemaal nog gebouwd en gemaakt worden. En het leuke was, als je fietste of met de bus ging, dan kwam je langs stukken land en daar stonden alvast lantaarns. Dat was allemaal al uitgedacht. Nou, dat zet je wel aan het denken als onderwijsmensen natuurlijk, van wat kun je nou vooruitkijken? Nou, wat je wist, op enig moment komen er in een jaar 800.000 nieuwe kinderen je stad binnen. Nieuwe kinderen voor zowel je bestaande scholen, maar meestal voor een nieuwe. WAP, zeven eerste groepers. He, dus zeven klassen met eerste groepers. We hadden toen een iets kleinere schaal aan leerlingen in de klas. Alhoewel het ook dat nog wel eens uit de hand wilde lopen. En we merkten al heel gauw dat er behoefte was om ja, anders met die kinderen om te gaan dan we altijd gewend waren. En dat wilden we ook. Mensen die in het onderwijs in Amerika kwamen werken, waren ook heel vaak geïnspireerd door Scandinavische modellen, door zichzelf, door anders kijken, muziek maken, schilderen, tekenen. Ook andere dingen leren dan alleen maar lezen en schrijven. Moeten ze ook leren hoor, maar ook die dingen moesten er gebeuren. Ja, en dan langzaam ontstaat een plan. Pak dat eens breder aan. Kijk ook eens naar de opvang. Kijk ook eens naar de sport. Kijk ook eens naar de kunst. Kijk ook eens naar al die andere dingen. We hadden natuurlijk ook een fantastisch, tenminste toen ik daar kwam, fantastisch voortgezet onderwijs. Ik noem even Douwe de Vries. De rector van de Meergronden, dat was een brede scholengemeenschap. Een gemeenschap van 12 tot 18-jarigen, even grof weg. Beroepsonderwijsmogelijkheden, maar ook gymnasiale leerlingen. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld om ook naar brede scholen te kijken. En daar heb ik vooral naar gekeken. Speciaal onderwijs, behalve LOM-scholen, waar er geen speciale scholen in Almere. Almere is in staat geweest, dat hebben we echt samen gedaan, samen ook met de schoolbesturen, allemaal om een experimenteertitel te halen. En we mochten toen met de leerlingen die elders naar het speciaal onderwijs gingen, speciaal onderwijs in de reguliere groep geven. Ja, ik vond dat prachtig. En dat was anders dan in de rest van Dat Nederland. was echt heel anders. Het trok ook andere mensen aan. En groeiende de stad kreeg je ook wel de behoefte dat het eens een tijdje even rustig gewoon werd. Want je wordt ook heel moe van altijd anders. Maar nou, dat geeft niet. Daar kom je wel weer overheen. Toen kwam er weer een inspirerende nieuwe directeur of een aantal nieuwe leerkrachten. En dan dacht je, wauw. We hebben op een andere manier geprobeerd ook een openbaar bestuur vorm te geven in het basisonderwijs door met directeuren en clusterdirecteuren te werken, waardoor ja, eigenlijk de professionals zelf zoveel mogelijk de sturing konden uitvoeren en het onderwijs echt door professionals, door mensen, pedagogen geleid kon worden. En volgens mij heeft dat ook best wel resultaten opgeleverd. Ik zag dat er nog steeds aardige inspectierapporten over de kwaliteit van de scholen gaat. De brede school is inmiddels in heel Nederland natuurlijk een normaal begrip. Er zijn brede scholen, er zijn niet brede scholen, is voor alles wat te zeggen. En wat was leidend in je plan? Wat was leidend in mijn plan? Weet je, dat merk je heel erg in Almere. We horen bij elkaar. We wonen samen. We zitten in die ene wijk. We zitten in die ene boot. En we moeten het samen maken. Hoe je er ook uitziet. Hoe je er ook kunt presteren. Of juist hoe niet. En daar moeten we samen oplossingen voor vinden. En niet oplossingen van naar een steeds dunner gaatje. Waar dan uiteindelijk de dunste in dat ene dingetje terechtkomt. Maar door die gaatjes aan te passen. Door anders te werken met mensen die andere vragen hebben. Ja, en dat was daar mogelijk. Iedereen wou zo denken. Dat was natuurlijk, je kwam de stad binnen, er was nog heel weinig. Je kon het maken. Ja, ik denk dat we een beetje op hol sloegen af en toe in ons hoofd. Heerlijk. Het was heel inspirerend. En wat bezielde je? Ja, dat je met elkaar iets kunt maken, iets kunt opzetten en dat je met elkaar iets kunt betekenen voor de kleinste, de zwakste. Dat bezielt me.
nog. Dank je wel. Ja.